Hallo, we gaan nu video's editen voor YouTube. Ja. Als ik goed in beeld ben. Ja, je bent heel goed in beeld. Via het videopad, de video-editor. Ja. Het ziet er als volgt uit. Hij opent hem. Ik klik het bovenste omdat ik dus niet professioneel ben. Thuisgebruiker. Ik zeg: ik wil een nieuw project. Ik sla het project even op als vlog 8. Gaan. Dus waar heb je net op gedrukt? 7. Ja. En dan gaat hij het project opslaan. Het zal het even handig een beetje wat het is. Oeps. Ook als je systeem crasht, dan kan hij daar weer van een backup terugtrekken. Voor het gemak zet ik het eventjes naar het andere scherm. Doe op navolgende wijze. En maximaliseer het daar. Volgende stap is de filmpjes hierin te krijgen die ik wil hebben. Die staan hier. Ja, waar ga je naartoe? Naar vlognieuw materiaal, of met de datum van vandaag. Ja. Ik pak ze allemaal. Ik sleep ze naar mijn video-editor. En laat ze los in het witte schermpje. Dan gaat hij laden. Laden, laden, laden. Vervolgens gebeurt er helemaal niks. Voorlopig nog even niet. Even geduld, dat is gewoon een zaak. En waarom doen wij dit vandaag? Wat leuk is. En waarom is het leuk? Om iedereen te leren omgaan met video-editen en met vloggen. Ja. Bijvoorbeeld een bepaald familielid, aanstaand familielid, dat wil ook graag wat leren over vloggen. Ik denk van nou, neem dit programma. En dan kan je leuke filmpjes aan elkaar koppelen. En dan moet het goed komen. De eerste stap is natuurlijk filmmateriaal maken, zoals we nu aan het doen zijn. De tweede stap is het overheven naar de computer. Dat kan via kabeltje, via SD-kaart of via een wifi-verbinding. Ja. Kabeltje is het handigste. Dan kan je het materiaal overheven in een eigen mapje. Ik heb deze niet wat het is. Er staat netjes een uniek nummertje bij. Dat is wel nog. Niet meer nodig. Vervolgens pak je een filmpje. Toevallig het eerste. Dat sleep je naar de tijdlijn. Dan kan je op afspelen drukken. Er staat uit het geluid op dit moment. Dan zet ik het geluid iets aan. Dit is allemaal inleidend gebabbel. Kun je hem beter even overnieuw doen, anders hier helemaal. Even de camera-instellingen checken. Het kan zijn dat en dat geluid nog zacht is, hè? Dat dingetje. En wat gaan we dus nou doen? Dus nu begint het, hieronder zie ik het geluidsspoor. Ja. Dus ik vind dat ik hier moet beginnen, dus ik klik hier op split. Even wachten, ga ik eventjes daar naartoe. Ja. Dan gebeurt er het volgende. Hier staat de tijdlijn. Dit is de tijdindicator. Die splitst het al in twee individuele filmpjes. Ja. Ik klik op het eerste filmpje en zeg dan delete. Delete, oké. De rest van het materiaal schuift dan naar het begin. Ja. Dus dan beginnen we hier. Kijk eens even aan buiten het geluiddingetje, hoe en hoe hard hij staat. Het kan zijn dat hij nog steeds op. Oké, hij staat gewoon helemaal max. Oké. Nou, daar kun je dus ook het geluid regelen. Kijken we even snel doorheen. Alles oké okay is. Kan zijn dat je stukjes eruit moet knippen. Nou, het rest is niet zo interessant. Die was heel aardig, ja. Zeg maar stop.
Stop het hier. Splitsen we weer. Nou, het laatste stukje weg. En dan neem het volgende filmpje. Ja. Dat zetten we ook weer op de tijdlijn. Gaan we er even een stukje afspelen. Dus het eerste stukje tot en met vandaag. Klik. Dan moet ik een stukje inzoomen. En hoe doe je dat met inzoomen? Dat neem ik de control. Ja. En ik neem de muis. Met zo'n mooi wieltje. En draaien voor uitzoomen. Inzoomen. Ja. En laten we los. En dan heb ik dit weer echt. En dan beginnen we met het laatste stukje. En hij moet ook altijd lachen weer om zichzelf. Een mooi gezichtje heb jij, joh. Oh, komt dat zo? Omdat ik het leuk vind. Ja, dat is mooi. Niet dat het maar krijgt. Hè? Ja, ook. We hebben nu alleen hier nog de roze variant. Met haartje. Roze paas. Staat dat erop? Maat met haat. Ja, oké. Okay. Nee, in de zijkant moet je het hebben, schat. Aan de binnenkant. Volgens mij zag ik het inderdaad. Maar helaas, dat was dus niet zo. Volgens mij. Ah, mijn grote vriendin is er weer. Zou je die ook geen interview over dit product? En of dat er nog bestelbaar is. Niet? Nee. Nou, bij deze helaas, het was dus niet meer bestelbaar. En dit was ook een kleine maatje, dus de heren hebben er niks aan. Dus als je ze nog wil zoeken, ze liggen bij de fietsafdeling. Precies. Even kijken. En dan pakken we weer een nieuwe filmpje. En we erin slepen. Ondertussen even opslaan. Maar die volgende. En dan moet ik ietsje terugpakken tot hier. Ja. En waarom tot daar? Hier begin je te spreken. Te zien. Ja. Dit is allemaal ambient sound, achtergrond, ruis. Geluid, ja. Dat haal ik dan weg. En dan delete, meteen. Delete. Ja. Dan schuif jouw ding hier naartoe. Zo, en we hebben boodschappen gedaan. En wat hebben we allemaal gehaald? Lekkere maximaal gehaald. Twee zakjes. Aha. Ook wel fijn. Ja. Okay. Om niet al te veel te verklappen, ga ik een beetje naar het eind. Het duurt nogal. Duurt heel lang en wil je lekker pannenkoeken met Nutella? Moet je hier zijn. Moet je hier zijn. Nee, de camera had het begrepen, dus we gaan even een stukje verder met het volgende fragment. Hij begint weer, alsjeblieft. Nou, daar kan hij in principe alweer weg. Dat hij weer begint. Dus ik knip hem weer. Ja. Delete. En delete. Dat ze zo'n rondje draaien zo. Oké. Gaan we een heel stuk verder uit. Want anders is het ook niet meer leuk, hè, voor mijn vlog. Wat er allemaal wat gezegd tegen gedaan, dan is het ook alweer verklapt. Nee. Of dat we deze filmpje er gelijk achteraan plakken. Dat kan ook. Dat is ook leuk. Gaan we dat lekker doen. Dan eerst mijn eigen vlog en dan deze er gewoon erachteraan plakken straks. Nee, dat is jammer. Deze duurt alweer 10 minuten, dus ja. Nu,
Nu precies 10 minuten. En nu. Dan heb je uit beeld. Ik heb het laatste stukje eraf. Nee. Moet je even inzoomen. Inzoomen. Dat. En het laatste stukje. Bijna het laatste, want het dan komt... Het laatste, want dit wordt ons laatste filmpje. En dat kun je natuurlijk niet meer zien. Maar we zullen even het proces in zijn geheel doen. En daarna dit stukje erachteraan plakken. Even kijken, daar zijn we weer. Ja. Dat kan er uit. Ja. Ik wil dat we er weer zijn. Ja. Is het ja, dan gaan we eraf. Dan gaan we meteen met. Ja, daar zijn we weer. Joepie. Dat is een mooi toeval. Hoe bedoel je, droge humor? Heel droog. Hij had niet zoveel gesprek, toch? Dus dat zou wel. Opslaan. Dan. De tekst. Tekst toevoegen. Wat doen we? Waar ging je op klikken? Want je ging even volgens mij net te snel, schat. Dit even deleten. Ja, deleten. Niet meer zitten. Ga ik even opstaan voordat ik weer ga bewegen, weet ik veel. Ik zoom eventjes helemaal in, want straks komt het helemaal klein rechts te staan. Rechts te staan. Niet zo snel. Niet zo snel. Hier heb ik een tekstblokje. Ja. Tekstblok. Klik. Nou heb ik ervoor gekozen dat het grijze tekst is op een witte achtergrond. En ik wil hem graag rechts gealineerd hebben. En ik noem dit. Toch, grijze tekst. Ik weet niet wat je er allemaal neerzet, maar... Toch, grijze tekst. Nee. En ik wil niet dat het zwart is, ik wil dat het grijs is. Dat voor het hele ding natuurlijk. Dan komt hij netjes grijs. Vervolgens denk ik dat hij naar boven gaat. En hoe doe je dat? Ik ga er helemaal achteraan staan en druk een paar keer op return. Net zolang tot goed is. Dus gewoon op enter dus? Ja, enter, return, whatever. Volgens ben ik het daarmee eens dat hij daar mooi netjes staat. Nee. Dan zeg ik hier, dit stukje. En dus die komt daar gelijk automatisch aan die kant dus aan te staan? Aan rechts van de rode lijn. Ja. Yeah. Ik wil dat die aan het eind eindigt. En dan neem ik dit dingetje. Zo'n soort van nietje. Ja. Dat zit in mijn muis. En dan kan ik hem dus oprekken naar links. En dan ga je weer als uitzoomen. Als ik dus uitzoom, dan wordt hij weer kleiner. En ik wil dat hij hem helemaal doet. En hetzelfde trucje ook nog een keer. Net zolang toch het hele filmpje heb. En toen raak ik het hele filmpje. Hier staat vlog 9. Gaan we even naar het begin doen. Vlog 9. Niet echt goed zichtbaar. Wel iets. Hier is vlog 9. Ik sla weer eventjes op. Voor zekerheid. Voeg een tweede tekst toe. Die ik links geanimeerd heb. En die wil ik ietsje naar beneden hebben. Voor degene die het kunnen lezen. En het moet nog ietsje naar beneden. En wat staat daar? Kijk, netjes. In 5 punten. En waarom zo klein? Dan valt het niet zo op. Oké. Maar die staat natuurlijk weer aan het begin. Die staat dus weer aan het begin, oké. Ja, omdat daar de rode lijn staat. Ja. Dus die schuif ik helemaal naar het begin en trek hem dan naar rechts. Met het nietje de andere kant op. En dan krijg ik hier een hulplijn te zien. Ja. Van tot daar, netjes uitgelijnd. Ik sla weer even op.
Ik check nog even de begin- en eindpunten. Klopt, nee, ga dat. Check, check. Ja, dan ga je hier de bekken op. Dit staat hier ook netjes in. Daar staat het netjes. Prachtig, dan even voor de zekerheid een puntje midden in. Ook goed. Lekkere nootjes. Sla hem op, dan is het kwestie van exporteren. Ja. Dus dan doe je naar exporteren. Een video van. Ja. Ik zorg ervoor dat het een AVI is. Waarom per se een AVI? Dat is het gratis formaat. Geschikt voor YouTube. Ja. In deze resolutie. De frame rate zet ik op bijna 30 frames per seconde. Ja. Dat is zeg maar de tv standaard. Ja. En nou, op deze plek wil ik graag mijn filmpje geëxporteerd hebben. Vlog 8 is het trouwens. Hoor, schat. Kan ze. Ik zie het nou. Ja. Dus dit wordt vlog 8. Ja. Doe het zo. Voilà. No problem. Ja, nou is hij alweer veranderd. Zo snel doen we dat dus. Save. Nee, het is al gezegd. Dan gaan we naar export, hier. Video. Hier. Override. En dan gaan we het dus zo doen. Ik heb er dus 2, dan wil ik die eerste even cancelen. Die ook even cancelen. Right. En dan doen we het er nog een keertje. Export deze vlog 8. Create. Dus nu is hij bezig met creëren. Ja. En dat duurt eventjes. Je ziet dat het ongeveer iets meer dan 20 minuten is. Hij heeft al 2 seconden gerenderd. Dus 0,3% compleet. En hoe zie je dat het dus 20 minuten duurt? Hier op de tijdlijn staat 20 minuten. Dus het is 9 minuten 1 seconde en 938.000ste seconde. Ja, oké. Okay. En dit gaat gewoon lekker renderen. Nou, dan wil ik jou hartstikke bedanken voor deze uitleg naar de mensen. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.